1980 gekomen. En in een pand wat gekraakt is. Ja, we moeten wat vertellen. Zo lang geleden. Het is. In die tijd was het helemaal leeg nog hier. Langs de kade daar lagen eigenlijk nog helemaal geen schepen. Er was hier nog wel enigszins bedrijvigheid van houtoverslag, cacao, koffieoverslag. Dus je zat eigenlijk midden in een werkgebied. En vlak daarna is een ander pand gekraakt. En twee maanden later nog een pand. En zo in de loop van de tijden is er wat meer gekraakt. Ja. Er zijn hier ontzettend veel dingen ook ontstaan in de loop van de jaren. Langzaam maar zeker is het hele eiland eigenlijk veroverd door, wat zou je kunnen zeggen, alternatieve mensen. Er is een winkeltje gekomen waar je dan je boodschapjes kan doen. Er is een museum bijgekomen, er is inmiddels een koffiehuis. Vroeger was er een kroeg. Het is uiteindelijk een... restaurant opgericht waar dan mensen ook gewoon kunnen eten. Het wordt totaal door vrijwilligers gerund. Maar door en allerlei weerplaatsen ontstaan, een botenlood, bussenprojecten, vrachtprojecten. Zo is heel veel. Ik heb eerst in een pand gewoond, daar heb ik tot vorig jaar, dus zeg maar dik 9 jaar in gewoond. En toen ben ik overgestapt naar een bus, die diende zich toevallig aan dat ik hem kon kopen. En ik had zelfs sowieso al het idee om over te stappen naar een huis op wielen of een huis op het water. Een huis op wielen is op dit moment wat goedkoper. Een boot dat gaat toch veel meer geld kosten. Omdat ik heb dus van heel eigenlijk jarenlang kunnen ervaren hoe hoe dat wonen op een andere manier is. En het bevalt me gewoon. Veel mensen zeggen wel, ja, het is vrijheid, bla bla. Voor mij is dat niet zozeer een vrijheid. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel verantwoordelijkheden. Je moet toch zorgen dat alles goed blijft. Maar het is wel de manier waarop je woont of zo. Je woont wel kleiner. Je moet het goed onderhouden. En als het rijdt, moet je het rijden proberen te houden of rijden maken. Het is het leven harder op wielen of denk op een boot niet zo goed. Het is anders dan een huis. Je draait niet zomaar je kraan open en je hebt water. Nee, je moet er wel zorgen dat je water hebt. Je moet een andere manier met dingen omgaan. Ik vind het wel voor mij iets wat wel leuk is om ook de mobiliteit daarvan. Dat je gewoon dus niet afhankelijk blijft van één plekje. Huisje, bokje, beestje gevoel krijgt. Ga hier lekker vastrotten. Ja, de openheid vind ik heel leuk. Ook van alle andere mensen die dus of op boten of
in bussen of in woonwagens wonen. Of in ketens. Ze zijn toch open. Ze zijn niet zo gesloten. Wat ik ervaar van mensen in een huis is dat ze heel dicht zijn of zo. Het is mijn deur en die gaat gewoon dicht. En mensen die op een boot of in een bus of in een wagen wonen, zijn ook eerder geneigd om totale wildvreemden binnen te laten om jouw woning eens te komen bekijken. Dat vind ik dus heel grappig eraan. En dat is wel een manier die mij heel erg ligt. Dat kan er ook? Dat weet ik niet. Geen idee. Ik denk het niet, hij was met de vrachtwagen. Oh, misschien jij weet het wel. Ja, zij weet het wel. Ja. Goed. Mag ik aan jou vragen? Je mag even vragen, ja. Ja. Ik wil vragen die over die van die klippen van een DAF. De klippen van een DAF? Ja. Wat is ermee? 6,5. Hè? 6,5. Nee, zijn toe. Wacht even. Die kleppen. Die kleppen, ja? Ja, die inlaat en uitlaat. Ja, de in- en uitlaatkleppen, ja? Ja, je hebt de opening, wat is die speling? De kleppenspeling is 0,5. 0,5, alle twee gelijk. 0,5, alle twee gelijk. Ja, ik kan nog even nazoeken voor je, maar volgens mij is het 0,5. Ja, ja, dat is een turbo, misschien gaan we het veranderen of niet? Ja, nee, wel wat verband is de 50 of 4,75. Ja, dank je wel. 6,15. Maar met die turbo is 6,15. Nou, monteur, nee, niet echt. Ja, ik heb gewoon veel gedaan al inmiddels. Ik weet dus al wel een aantal dingen af. En je leert gewoon iedere dag weer bij. Dus ik ben wel heel veel zelf bezig, of met de vriend van mij, eigenlijk met z'n tweeën meestal. En alles maar pakken. Je begint maar ergens aan en soms weet je het helemaal niet. En dan moet je het allemaal uitzoeken. Nou, ik vind het wel een leuke manier van jezelf bezighouden. Maar echt het beroep monteur, nee, dat zou ik ook niet willen, denk ik. Het is meer gewoon wat me op dat moment interesseert. Het volgende moment ben ik kok. Het andere moment ben ik weer serveerster, weet ik wel. Ja, ik vind het veel leuk allerlei verschillende bezigheden te hebben. Ik ben helemaal zwart van ogen. Ik val van minst uit te koken. En dan ben je weer iemand aan het masseren. Was toen al wel bekend dat er vanaf 1 december ontruimd zou worden, dus daar hielden we sowieso wel rekening mee. Maar we wisten ook wel dat de loods nog voorlopig zou blijven staan, dus dat we in ieder geval hier nog wel door konden werken. En we waren dus wel bezig met naar andere plekken te kijken, van een aantal plekken in de loods. Dus, maar de ontruiming is gewoon eerder gekomen door allerlei toestanden en brand die ze dus eigenlijk aangrepen voor de ontruiming. Er zijn heel veel vreemde zaken geweest die voor ontruimen, dat niet helemaal klopt. En dus op een goede ochtend, 's ochtends vroeg, was het een beetje blauw hier. Een grote ME-macht en zo. Ik heb zelf even richting de bus bij het einde verkeerd en geregeld dat ik het terrein doorkom. En een vriend van mij die hebben nog de lood zien kunnen trekken. En zo zijn er dus een paar mensen eigenlijk ontsnapt. En de rest is inderdaad afgevoerd gewoon. Iedereen was... Het was ik vond het vreselijk om te zien. Let's wait for a moment, please. Yeah. You're fucking crazy. You want to go to my car or what? Go to LJ again, bro. No, no, no. Wait outside the area, yeah?
Dans le port d'Amsterdam, 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 dans le port d'Amsterdam. Ik heb bijna alles gelaten daar. Mijn fiets kan ik niet eens meenemen. Mijn tas, mijn spullen. Ja, ik heb wat ingepakt, maar niet alles. Ik wilde nog, ik had nog een paar jas en zo heb ik gelaten. En meerdere mensen hebben dingen gelaten. Ja. Nee, niemand heeft normaal kunnen verhuizen, want ze kwamen heel vroeg in de ochtend. En gelijk wilden ze ons daaruit. Gelijk. Echt. Goedemorgen! En de manier die ze gebruikt hebben om ons daaruit te krijgen, dat was dit of niks. Dat is dit of een schop met die stok van hen. Dus nou, we moesten achteruit. We hebben wel een paar vuur opgestoken en zo. Maar ze waren ook genoeg om ons weg te laten gaan. Om ons op te laten rotten. Hoe kies ik ervoor? Vrijheid, totaal. Dan inderdaad naar een plek werkelijk vreselijk, hutje op hutje gezet, totaal niet goed voorbereid, nou, dat is waanzin. Dat betekent voor mij gewoon dat, zeker vanuit de politiek en de regering en of gemeenteraad, maakt allemaal niet uit, dat je gewoon als een mens toch niet mag beslissen en kan beslissen van hoe jij wil wonen, hoe jij wil leven. En of je moet gewoon in huis, je moet allemaal in een vakje, in een hokje. Het lijkt inderdaad wel Roemenië, wat Ceausescu ook wilde, van kleine dorpjes met de grond gelijk maken en iedereen keurig in een vlekje. Want dan ben je beheersbaar, dan weet je precies waar iedereen zit, dan heb je je nummers allemaal en klaar, je bent helemaal te regelen. En dit is natuurlijk heel eng, want je bent in een huurtje, je kan vertrekken wanneer je wil. Ik kan doen wat je wil, ze hebben je niet in de gaten en het is blijkbaar toch heel eng. Goed, we waren op het eind. Toen moesten we weg. Toen hadden we gehoord dat het onruim zou worden in december afgelopen jaar. En daar wilden we niets mee te maken hebben. We hadden ontruimingen gezien en we hadden ook
gezien dat elke ontruiming van de gemeente Amsterdam botter was dan de vorige. Dus steeds minder rekening werd gehouden met de feitelijke wensen van de mensen die ze woonden. En dat er binnen de Amsterdams gemeentelijk beleid nog steeds minder ruimte was voor alternatieve vormen zoals dit. We zijn besloten in een groep van 10, 12 om eertijdig weg te gaan. En in mei zijn we vertrokken naar Stenenhoofd, ook in Amsterdam Centrum. Een stuk land dicht in West bij de. Ja, hoe heet dat? Bij de graansilo daar, bij de havens. Een stuk land wat al 20 of 30 jaar leeg was gestaan en wat precies groot genoeg was voor ons. En we zijn daar met open armen ontvangen door de buurt, door de politie, door de plaatselijke politie en zo. We hadden ons goed voorbereid en het was heel goed gegaan. Maar de gemeente zag niet zitten. Die waren bang om een president te scheppen. Dat ze zomaar op een plek konden gaan. En desondanks het feit dat wij op een gegeven moment ook een meerderheid in de raad hadden die met ons mee waren, heeft de PvdA op het laatste nippertje fractiediscipline geoefend, waardoor wij dat meerderheid net hebben verloren. En op een dinsdag waren 10 wegsleepwagens voor de deur en waren we allemaal hier naartoe gebracht, Sloterdijk. Ongeveer een kilometer voorbij Sloterdijk station en helemaal aan de rand van Amsterdam. Dat weg is de rand van Amsterdam. Daarbuiten daar vallen de schepen van de wereld af, weet je, wat Amsterdam betreft. En nu staan we hier bijna een jaar. In het begin vonden we het godvergeten plek, kil en ja, we voelden ons ook genegeerd, verwaarloosd. Maar we zijn een sterke groep en gedurende de afgelopen jaar hebben we heel wat gebouwd. Er is nog geen water, nog geen drinkwater, dat moeten we halen in jerrycans, maar ik vang regenwater op hier. En met een normale baar heb je 250 à 400 liter water. En dat gebruiken we voor alles behalve drinken en koken. Normaal zou het gewoon hierdoor overlopen. Maar er is een tijdje geen regen geweest. Dat ik ooit zou zeggen dat ik de regen wilde zien. We hebben nog steeds geen stroom, want ons werd 4000 gulden voor gevraagd. Dat vond ik een beetje te riskante investering, gezien dat we niet eens wisten of we hier mochten blijven. Dit is wegsleepterrein van de gemeente Amsterdam. De plaats mogen hier staan, wij niet, als persoon. Werd gedoogd. De mensen staan hier nu ingeschreven. En we hadden ook aan de straatlantaarns gewoon gejat. Net als de woonboot deed voor 10, 15 jaar. En de procesverbalen stapelden op. Op een gegeven moment zijn ze allemaal tegelijkertijd behandeld. En de rechter heeft gemeente Amsterdam geëist dat ze tijdelijke voorzieningen moeten hebben. En dat was 20 jaar geleden. Dat is nog steeds zo. Nou, ik heb helemaal geen last van de trein. Dat heeft juist iets van ver weg en van reizen en van. Ik vind het helemaal niet erg. Ik heb veel liever treinen langs de wagens dan dat je vlak langs een grote weg staat of zo. En woonwagenbewoners en treinen, dat hoort bij elkaar, hè. Die staan altijd net even uit de stad, worden altijd op achteraf plekjes gezet. Dus het hoort er een beetje bij.
allebei Engels. En voor ons was het ontzettend moeilijk om huisbevesting te krijgen in Amsterdam. Op een normale wijze. En we hadden her en der gestaan in onderhuur, maar het was zo vreselijk. Je woonde ergens een jaar en je betaalde netjes je huur en zo, vaak een hele hoge. Op een mooie dag komt een figuur langs en zegt, ja, over een week moeten jullie eruit. En dan besef je pas dat je niets opgebouwd hebt in die tijd. Niets, maar niets. En dat je nog steeds daar bent, weet je, helemaal. Dat was voor ons een sterke aanleiding om in een wagen te wonen. Want het kon van ons zijn. Het was ons eigendom. En niemand kon het jatten. Niemand kon ons eruit sturen. Dat is een normaal gevoel, hoor. En normaal hadden we misschien in een duurdere huis moeten gaan of zo. Maar ik wil geen enorme poen verdienen. En mijn vriendin ook niet. Ik ben muzikant en vertaler. Mijn vriendin is Engels lerares en clown en actrice. En we verdienen gewoon niet zoveel. En we willen het daar houden. Dat vinden we prima. Dan moeten we ook een manier van wonen hebben wat daaraan past. En dit is het bij uitstek. Heeft zijn nadelen, maar voor ons zijn de voordelen veel sterker. Sommige mensen zeggen, ja, je bent toch gek om in een woonwagen te wonen met een hele gezin. Ik bedoel, het is een zomerhuisje. Je kan er amper in je eentje in wonen. Maar deze is wel groot. Ze heeft haar eigen kamer. En belangrijker, heeft ze een hele goede leven. Ik vind dat ze hier verwend wordt eigenlijk, vergeleken met Amsterdam. Stel je voor, ze kan hier zomaar buiten lopen. Ze heeft honderden meter tuin. Ze heeft goede vrienden, veilig. Iedereen weet wie iedereen is. Als je in Amsterdam woont, in de stad dan. Je hebt bovenburen, benedenburen en zijkantenburen. En die vallen jou lastig en je valt hun lastig. Met geluidsoverlast, met ja, weet ik veel, met feesten. Mensen gaan vanuit dat je een probleem wordt. En als het heel goed gaat, mag je een vriend worden. En dan alleen met je dichtbijzijnde buur. En wie ernaast woont, dat weet je niet eens. Hè? Zo is het meestal in Amsterdam. Nou, dat vind ik een heel rare leven, hoor. Ik bedoel, iedereen kent hier iedereen. En dat vind ik heel belangrijk, dat ze ook in haar eentje af en toe weg kan lopen, op visite gaan en zo. Of buiten kan gaan spelen in de gras. Ja. Het is jammer dat er meer kinderen hier niet zijn, hoor. En dat er het is een heel beperkt sociale moot, zeg maar, die hier woont, van de jonge mensen. En weinig gezinnen, weinig oude mensen en zo, dat zou ik liever willen zien. Loop. Met hoeveel mensen wonen jullie hier nu? Met z'n 14, denk ik. Ik weet niet precies, hoor. In de laatste 4 maanden, net voor de ontruiming op het KNSM, zijn een aantal vrienden bijgekomen. Die hadden ook in mei, toen we met de Stenen Hoofd bezig waren, wilden ze ook meedoen, maar op dat moment was het kwam het niet goed uit voor hun, de tijdstip gewoon. En tussen mei en december hebben ze weer gevraagd om langs bij te komen. En dat hebben we geaccepteerd. En die staan nu aan de andere, of tussen de twee spoorlijnen in daar. Dus iets meer herrie. Denk je dat het zich hier nog uitbreidt? Dat weet ik niet. Dat hangt van, dat hangt van een heleboel omstandigheden af. We zijn een kleine groep en dat maakt het mogelijk om altijd tot eenheid te komen met bepaalde beslissingen. We kunnen nogal snel naar unanieme beslissingen komen. Ja? En zo niet gelijk, dan gaan we gewoon door totdat we wel een unanieme beslissing hebben van een of andere aard. En dat maakt ons sterk, dat geeft ons voordeel in vele opzichten. We kregen natuurlijk ook last van rare figuren hier af en toe. En het is altijd leuk om als één groep op te kunnen treden. Met een grotere groep is dat minder mogelijk. En dat is één reden waarvan we niet zomaar een hele grote groep zou willen worden. Ook in verband met afspraken die we gemaakt hebben met buren en zo. Ik denk niet dat een groep die 2 of 3 keer zo groot was ook zo welkom zou zijn bij de voetbalvereniging hier tegenover. Maar
Het is natuurlijk veel belangrijker om onafhankelijk te zijn. Wat dat betreft moeten we ons eigen water hebben. Nou, we zijn hier door de gemeente neergezet op vrijdagochtend. En dan kwamen de mensen van de voetbalclub van DWS. En die zeiden zo, en blijven jullie met de dertienen? Nou, wij zeiden, nou, het kan iets uitlopen, er kunnen een paar mensen bij komen. Maar we willen het zo klein mogelijk houden. En toen zeiden ze dat we die maandag erop, s'avonds, in het verenigingsgebouw verwacht werden. Dus we dachten van, oh jee, dat wordt verantwoording en dat we beloven dat er niemand bij komt. En toen kwamen ze dus met het aanbod dat we daar konden douchen. We kregen helemaal een aparte douche, want ze hebben daar douchen zat natuurlijk in de kleedkamer. En we mochten ook water halen. Dus over buren hebben we niet geklaagd. Dat is jammer. Dat is mooi, hoor. Ja, want dit is allemaal hier. Nee. Goh. Anders op de ring zit. Orkaan en een heleboel wagens beschadigd en de eindtopel los. En boedeltopel los, alles. En geen verzekering. Nou, dan hebben je buren hard nodig. En vandaar dat ik een benefietfeest aan het organiseren ben. Ik hoop dat het een heel gezellige avond wordt. En dat is de hoofddoel. Maar als tweede doel wil ik ook van de deurgeld dat geld bij elkaar rapen. En dat dezelfde avond dat geld uitgedeeld kan worden onder de mensen die het zwaarste schade geleid hebben. Nou, dat verlicht het pijn een beetje, hoop ik. Maar zo zie ik het ook. We moeten elkaar helpen hiermee, want anderen helpen ons helemaal niet. Ik kan die ding niet verzekeren. Ik heb het geprobeerd. Waarom niet? Nou, ze willen het niet. Punt uit. Stop. Daar gaat het op. Heeft het niet te maken met het feit dat jullie niet legaal in een wagen kunnen wonen? Nee, heeft daar niets mee te maken. Het kan zijn dat het heeft te maken met de plaats waar we staan. Want volgens mij, op die woonwagenkampjes waar ze allemaal zo dicht op elkaar wonen, dat het daar wel mag, omdat ze bewegen niet meer en het is ook een oudere soort mens en een rustiger soort mens en zo. Maar een man kwam op een KNC toen ik er was. Ik was in iemand anders een wagen en ik wilde het verzekeren voor het geval dat het in de fik ging. Maar dat kon dus helemaal niet. Hij nam één blik en keerde zijn rug is er van weggegaan. En dat is de gemiddelde reactie. Maar het is heel jammer. Maar goed, het was toen vervelend, hoor. Maar ik heb inmiddels een heleboel van geleerd. Thank you.
ik weet niet of je in positief of negatief moet praten. Ik denk dat gewoon iedereen die kiest op een andere manier te wonen en te werken, dat je gewoon door moet gaan ermee. Je moet blijven vechten voor wat je wil en alsmaar duidelijk te blijven. En inderdaad de politiek er ook toch maar bij moeten blijven betrekken. En net goed, deze loods gaat ook plat. En we hebben natuurlijk uiteindelijk toch weer loodsruimte nodig. Maar we kunnen niet 50, 60 gulden per vierkante meter betalen. Dus je moet op allerlei manieren toch de politiek en de gemeenteraad en noem maar op blijven afdwingen. Dat je ook goedkoper wil en dat je gewoon niet alle geld van de wereld hebt om maar te doen en te laten. Je moet er wel bij blijven. Het is gewoon veel harder. Je moet ontzettend sterk staan en heel duidelijk voor jezelf kiezen of voor een bepaalde leefstijl kiezen. Maakt het wel moeilijker. Ik bedoel, je kan het ook simpel maken en inderdaad in een keurige nieuwbouwwijk gaan wonen. Maar ja, dat heb je daaraan. Nou, op dit moment eigenlijk ben ik eigenlijk een beetje bezig om bus op de wielen te krijgen weer. Dat ik in ieder geval vervoer kan rijden. Maar voor de rest ben ik gewoon een beetje bezig in mijn gedachtes van hoe moet het inderdaad verder? Waar kom je terecht? Het is allemaal nog heel moeilijk. Je weet niet waar je terecht komt en wat er gaat gebeuren. Dus het is heel erg veel afwachten. En aan de andere kant moet je heel erg op je quivive zijn. Dat je gewoon toch niet stiekem ergens in een hoek gedrukt wordt. En, wanneer moeten jullie hier weg? 1 juni moeten wij hier weg zijn in de loods. Er zijn wel onderhandelingen met de gemeente voor vervangende ruimte. Dus eventueel een loods of een terrein waar we zelf een loods op kunnen zetten. Ja, het kost wel tijd en geld. Het is heel moeilijk, denk ik. Je moet toch, langzaam maar zeker, moet ook de groep mensen die hier dan nog bezig zijn, moeten ook voor zichzelf iets duidelijk maken van tot hoever wil je zelf gaan. Even kijken hoor, wat moet ik dan zeggen. Ja, je moet voor jezelf je grenzen gaan bepalen. Van tot waar ga je en tot waar is het te veel? Wordt het te veel op orde en regelmaat of zo? Ja, voor hetzelfde geld, ik denk dat het met de heining ook een beetje is. Maar het idee van een woonwagenkampje, weet je. Ja, het is in feite ook huis. Als je de gewone woonwagenkampje ziet, het is gewoon bijna afschuwelijk. Het heeft helemaal niks meer met zigeuners te maken. Gewoon vaste plek en daar blijf je, weet je. En dit is eigenlijk het nieuwe generatie. Wij zijn helemaal geen zigeuners of oorspronkelijke woonwagenbewoners. Er is bijna niemand meer. En ze hebben het gewoon allemaal geprobeerd uit te roeien. Net zo goed als het wonen op schepen. Hebben ze ook uitprobeerd te roeien. Dat is toch niet gelukt. Op de een of andere manier. Net zo goed als het ook niet zal lukken mensen allemaal in een huis te dwingen. Ook niet mensen die in woonwagens of bussen wonen. Kun je niet, het kan niet. En dat moeten ze gewoon toch maar leren. Dat andere mensen andere normen en waarden stellen. Bepaalde luxes helemaal niet belangrijk vinden. Heb je het gevoel dat jullie samen hier met zoveel mensen toch samen sterk zijn? Ja, je bent wel met elkaar steeds bezig. En zeker in het geval van onderhandelingen. Hebben wij nog eigenlijk nog een hele luxe positie vergeleken met de rest van de mensen die hier gedeporteerd zijn. Maar ja, met die onderhandelingen heb je wel heel veel contact met elkaar, ook met de bootgedeelte. Dat die dus door moeten schuiven naar een stukje loods. En je leert elkaar wel van de andere kant kennen, dat is wel zo. Maar het is heel moeilijk om, zeker die onderhandelingen, want ze zitten duidelijk met ons in hun maag. En toch 1 juni gaat eraan komen. Dat is heel snel, is nog 2 maanden. Er is nog niks, er is nog geen alternatief. En dat maakt het heel moeilijk. En ja, ik denk ook soms wel eens van, nou ja, dan is het 1 juni en hup, staat er hier misschien wel weer politie of ME of weet ik wat. En dan moet je weg. Er is nog niks, terwijl we in onderhandeling zijn.
Ik vertrouw eigenlijk helemaal niet zo op die mensen. Ik denk toch dat we uiteindelijk voor onszelf moeten zorgen. Hoe dan ook. Ik bedoel, ze zullen nu wel moeten om ons iets aan te bieden, maar ik denk zelf dat er niet echt iets duidelijks uit gaat komen. Vind je het moeilijk om hier weg te gaan? Nee, niet zoals de situatie nu is, omdat al die jaren dat ik hier ben gewoon ben gekomen toen er eigenlijk bijna niks was, dat het een beetje verlopen terrein was. En, ik ga eigenlijk ook weg op het moment dat er niks meer is en je ziet hier alles afgebroken worden. Voor mij is mijn tijd hier voorbij. Ik heb nog nooit zo lang ergens gewoond als hier, op één plek. En, dus ik heb er heel veel, veel liggen ook. Ik laat ook wel even achter, denk ik. Maar aan de andere kant ook weer niet, want het is allemaal weg. De dingen die voor mij belangrijk zijn en waren, die zijn weg. Dat houdt op. Het komt hier een vreselijke juppenwijk. Prachtige stad, Amsterdam, halleluja. Allemaal poen, 50% koopwoning. Ja, wat heb ik hier dan nog te zoeken? Voor mij is het afgelopen, maar... Nou, aan de andere kant ben ik wel blij dat ik toch op deze manier nog afscheid kan nemen van nog een klein beetje hier, toch weer een ander leven en een beetje rommelen nog. Ja, het is een leuke manier, denk ik. Maar ik ben wel blij ook dat ik dan uiteindelijk toch weg kan. Soms denk ik van, was het maar 1 juni of zo, dan had ik maar een andere plek al of... Dan kun je tenminste daar ook echt je energie in steken om daar er wat van te maken. Want hier kun je geen energie meer steken om wat van te maken. Het is gewoon echt afwachten, aflopen, afbouwen, inpakken, kijken wat je wil. En ik denk dat het anders is als ik naar de toekomst toe ga. Ja. Het voor mij heel belangrijk is dat ik een plek kan vinden waar ik in ieder geval wat buiten ook kan doen. Maar ook kan werken. Ik vind de combinatie wonen-werken... Ontzettend leuk, omdat dat iets levendig houdt. Want als je in alle oude wijken vroeger kreeg, had je ook allemaal kleine bedrijfjes erbij. Nou, dat is nergens meer. Het is allemaal keurige slaap, woonwijk, winkelstraten. Dat is gewoon blijkbaar toch belangrijk. Terwijl, ja, ik wil de combinatie wonen, werken en het liefst ook nog verschillende vormen van wonen. Dus het leukste zou ik het inderdaad weer vinden in een stukje haven of ergens waar water is, waar ook wat boten kunnen liggen, waar mensen aan boten aan het werk zijn. Een stuk lood waar je houtwerkplaatsen kan hebben, maar ook een werkplaats voor vrachtwagens, voor auto's. En misschien mensen die een boot gaan bouwen of decor bouwen, noem maar op. En dus wat woonwagens of rijdende, wat bussen, projecten erbij. Dus, ja, dat lijkt me het leukste, het meest ideale. Maar of dat zover gaat komen, weet ik niet. Maar dan zullen we gewoon met z'n allen heel hard voor moeten werken en voor moeten vechten om zoiets weer te kunnen vinden. Dit is een fantastische plek geweest en dat blijft het voor iedereen in de herinnering. Maar of je het ooit weer zo krijgt, dat is heel erg moeilijk. Dan moet je dus echt met z'n allen heel hard aan gaan trekken. Maar voor mij is het wel iets wat ik wel weer graag zou willen. Gewoon die vormen van bij elkaar, met elkaar.